Doen ze het goed, die jongens? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, die jongens doen het best. Het knol is alleen een stuk korter geworden. 6 jaar geleden is het ooit een keer met hier de oude garde, wat u hier ziet, ooit begonnen als schijntje. Wat gaan we doen? Knol maken. Nou, die heb ik toen destijds in elkaar gelast. Ze hebben iets korter gemaakt, maar we zijn blij dat we het de jeugd over kunnen geven. Want op een gegeven moment moet je het stokje overdragen. Oh, dat klopt, jongens. Ja! Ben u! Wij zijn hier aan het Lange Voort in Bonnebroek en wij zijn hier aan het kabis schieten. Met een stel kameraden eigenlijk. En ja, je kunt achter ons zien, er komen een aantal mensen op af voor de gezelligheid. Ja, een aantal mensen, je bent heel bescheiden. Zeg, dat kost nogal wat om zoiets neer te zetten. Hoe doe je dat? Nou, wij maken van tevoren een klein potje met elkaar aan. Wij beginnen een aantal weken van tevoren. En dan halen we eigenlijk overal onze spullen vandaan die we denken nodig te hebben. En dan loopt altijd wel los. Je kunt wel zien wat voor succes of het eigenlijk is. Dit is het tweede jaar dat we op deze locatie doen. En dat bevalt eigenlijk zeer goed. Ja. Zo te zien vindt de rest dat ook. Ja, dat denk ik wel, ja. Was het al, dankjewel. Ja, dankjewel. Lars, nou valt het wel op. Jullie schieten wel in de richting van Enter. Hebben jullie daar wat tegen? Nou, we hebben niet per se wat tegen Enter, maar het is natuurlijk van vroeger uit wel een symbolisch gebaar. Hè? Dat blijft er wel in. Jazeker.